Vanwege de COVID-19-situatie in ons land heeft de regering besloten dat er dit jaar wederom geen Pagara-estafette gehouden zal worden. Conrad Issa, directeur van Lucky Store, tevens een van de organisatoren van de Pagara-estafette, zegt dat de activiteiten in de binnenstad definitief zijn afgelast. Helaas hebben we dus gisteren nogmaals op verzoek van vele journalisten hebben gisteren weer gebeld met de autoriteiten en de activiteiten in de binnenstad zijn definitief afgelast. Dus die gaan niet door. We moeten weer kijken naar volgend jaar. Het is jammer. Er is een paar maanden geleden, kan ik me herinneren, tijdens een interview heb ik dus aangegeven, het was toen de back-to-school periode toen denk ik in september, aangegeven dus dat er een kans was dat als we massaal zouden gaan vaccineren, dat er misschien toch nog een opening was voor eind van het jaar. Maar intussen zijn er veel mensen gaan vaccineren, maar hebben we allerlei varianten erbij gehad. Ik denk gewoon dat het de juiste besluit is om dit jaar nog even in eigen kringen de Oruyari-viering met elkaar door te brengen en niet in groepsverband waarbij we dus te maken kunnen krijgen met dat zogenaamde mass spreading event. De bedrijven in de Dominee en de Jodenbreestraat hebben geen vergunning gekregen om op 31 december vuurwerk af te schieten. Dat zal dit jaar dus echt niet gebeuren, zegt Issa. Dat heb ik ook gevraagd, met name aan de districtscommissaris. En er zijn dus geen vergunningen verleend, ook voor individuele bedrijven, om Pagara af te schieten. Omdat dat namelijk ook kan zorgen ervoor dat het mensen naar elkaar trekt. Dat er dus mensen te dichtbij op elkaar komen. Dus de informatie die ik heb gehad is dat er daarvoor ook geen vergunning verleend is. Als een van de organisatoren, welke boodschap heeft u naar de samenleving toe? Vooral naar het eind van het jaar toe. Dus het is belangrijk om één ding te zeggen. Kijk, we hebben we gaan naar het tweede jaar. We hebben een heel moeilijk jaar achter de rug. Deze afsluiting die we eigenlijk in ons bloed zit, die we gewend zijn elk jaar te doen, is een groot gemis. Maar ik denk dat we de publieke gezondheid nummer één is. Het is ons allemaal ons taak om voor de veiligheid van onszelf en onze medemensen te zorgen. Dus mijn taak is, het is een beetje rustiger in Suriname, dus de oproep van mij zou zijn van doe wat, maar doe het in veel kleiner verband en hou de COVID-maatregelen goed, neem ze goed in acht. Issa benadrukt dat er geen activiteiten in de binnenstad zullen zijn. Hij hoopt dat de gemeenschap daarvoor begrip kan opbrengen en de COVID-maatregelen goed in acht neemt.